Vandaag ga ik je uitleggen over onze fundamentals, waarom we dat doen en hoe we dat doen. Nadat je hebt ingeschreven op onze website, bellen we je op en maken we een afspraak voor een kennismakingsgesprek. Tijdens het kennismakingsgesprek willen wij gewoon kijken of wij de juiste persoon voor jou zijn om je te helpen. En gaan we analyseren wat we dan ook wel echt voor je kunnen doen. We stellen dan samen smart doelstellingen op. En als we die hebben opgesteld, plannen we vervolgens een heel traject fundamentals lessen in. Alle fundamentals lessen bij ons zijn 1-op-1 lessen. Maar waarom doen we nou die fundamentals lessen 1-op-1? Simpele reden, we willen kijken wie jij bent en hoe jouw lichaam ook in elkaar zit. We kijken naar je flexibiliteit, we kijken naar je stabiliteit. We kijken vervolgens ook naar wat andere krachtonderdelen en kunnen op die manier analyseren of je veilig kunt gaan trainen in de groepslessen. Verder is het natuurlijk super handig voor je coach voor lijf om jou beter te leren kennen in die 3 sessies. Op die manier kan je coach voor lijf ook steeds beter werken aan jouw persoonlijke doelen. Maar hoe zien die lessen er nou uit? Nou, heel simpel, in les 1 beginnen we met het meten van je flexibiliteit. Als we dat goed gedaan hebben, hebben we al een mooi beeld van hoe flexibel jouw gewrichten zijn. En kunnen we door naar de basisbewegingen. De basisbewegingen zijn squat, hinge, push en pull. En in les 2 behandelen we de rest van de basisbewegingen. In les 2 gaan we verder met de strength balance test. En testen we uit of links even sterk is als rechts. Dat doen we voor zowel de benen als voor de armen. Op het moment dat we dat uitgetest hebben, dan gaan we door met het aannemen van bracing. Bracing is eigenlijk het aanspannen van de core van het lichaam. Dus de kern van het lichaam. Om te zorgen dat je hele lichaam als een stabiel geheel functioneert. De brace komt terug in bijna iedere oefening. In de laatste fundamentals les gaan we aan de gang met complexere bewegingen zoals de clean and jerk en de snatch. Dit zijn bewegingen die erg ver gevorderd zijn en we beginnen in les 3 ook niet gelijk met gewicht. We doen dit met een PVC-pijp, gewoon puur om je een beetje door de oefeningen heen te leiden. Aan het eind van de les gaan we ook nog je conditie testen en dat doen we met de Imbellum Beep Test. Ook daarvoor kun je natuurlijk een filmpje vinden op ons YouTube kanaal. Dit is hoe onze fundamentals lessen eruit zien. Wil jij meer informatie? Neem dan gerust contact op en leggen we het je nog beter persoonlijk uit. Tot snel bij Imbellum.